Mensen. Hey mensen, welkom bij een nieuwe video. Maar mensen. Die wagon is verder kapot aan het gaan trouwens. Daar gaat het niet om deze video. Je had het al aan de titel gezien. Elke keer als ik een nieuw record haal van de hoeveelheid weergaves, bijvoorbeeld natuurlijk op de beste weergave pakken van mijn YouTube kanaal. Ik heb meer video's dan Wildtax. Ik weet niet waarom dat hij zoveel weergaves in een paar dagen krijgt. Mijn eerste video moet zoveel weergaves hebben natuurlijk, want dat heb ik al bijna 3 jaar of zo erop staan op YouTube. En dan de video van ik heb meer video's dan van Eltax staat er nog maar een paar dagen op. En die heeft letterlijk 48 weergaven. Oh, ik ben nog altijd ziek. Maar goed. Na deze video komen de 4 video's die ik normaal moet uploaden online. Ik heb die gisteren al gemaakt, maar niet geüpload. Dus dat is de reden waarom je echt in een paar ik denk 3 minuten keiveel weergave, keiveel meldingen hebt. Zelfs, maar goed. In totaal heb je vandaag 5 meldingen, ik zeg het maar. Maar echt 48 weergaven op één video. En bijvoorbeeld, laat me denken. Bijvoorbeeld de video van de Sims Freeplay. Het paard is hip. Die video. Die heeft bijna geen weergave. Oh, flipping serious. En die is nog vroeger gemaakt dan de video waar het eigenlijk om gaat. En dat is de video. Ik heb meer video's dan Wildtax. Elke keer. Ik denk dat ik elke dag wel eens hierover een video ga maken. Want in één dag kan ik wel gokken dat er wel minstens 4 weergaves bij komen. 4 of 6 weergaven. Oh, Jesus Christ. Dat is verschrikkelijk. Ja, dat is ook weer goed. Maar goed, die video staat in een afspeellijst. Kun je zelf terugkijken. En die afspeellijst heet Weergavennemers. Weergavennemers. Dus ga maar kijken. Als je die video nog nooit hebt gezien, kan je die video sowieso het beste zien via die ene afspeellijst. Die komt nog in meerdere afspeellijsten. Dus die wordt nog gekopieerd naar meerdere afspeellijsten die rond weergaves gaan. Dus tot de volgende video mensen. Like, abonneer. En bye bye. Oh, 48 weergaven. Boom.